Dit is de beste oefening voor je schouders. Als ik hier in de club één veel voorkomende blessure zie, dan zijn het schouderklachten. En dat gebeurt af en toe tijdens het fitnessen, maar vaak komt het door balsporten, iets achterhoofds vangen, iets explosief gooien zonder een fatsoenlijke warming-up. Mede komt dat door andere sporten en nog een tweede ding. En dat is onze verschrikkelijk vervelende telefoon. Heel de dag zitten mensen tegenwoordig op die telefoon, dat hoofd naar voren toe, ook achter die computer, auto rijden. Iedereen loopt een beetje met die overdreven kyphose, die bolling in die bovenrug als een gorilla. En als ik dan hier tijdens de personal trainingen met mijn elastiekje aan kom lopen, dan weet je al, gaat zwaar worden. Want als ik met klein en truttig materiaal aankom lopen, dan moet je bang worden. Dat is 9 van de 10 keer in ieder geval. Dit is een stukje magie. Mede om die schouderbladen, om de intrinsieke spieren in de schouderbladen gewoon wakker te schudden. Om schouderklachten te voorkomen en om vooral gezonde schouders te hebben. Hè? We lopen dus vaak te erg zo. 99% van de bevolking, ik zelf ook. We hebben een heel makkelijke oefening en ik laat er een aantal zien. Ze lijken best wel op elkaar, maar ze zitten wel wat verschillen in. Sorry voor mijn totteren. We pakken het elastiekje aan ongeveer de buitenzijde breed. Jullie zien het niet, maar ik zeg tegen de leden hier altijd, pak je duimen, leg die langs je benen. Dus dat ene aan de linkerkant van je been en de andere kant aan de rechterkant van je been zit. Zodat je de volgende ronde weet welke breedte je moet pakken. Dus ik plaats mijn duimen naast mijn benen. Strek het elastiek voor me. Ik draai me pink een beetje naar beneden. En dat doe ik zodat mijn schouders ook diezelfde positie aannemen. Die draai ik naar elkaar toe en naar beneden. En vervolgens trek ik het elastiek ongeveer op borsthoogte naar mezelf toe. Dus vanaf de zijkant, die schouders laag naar achteren toe geknepen. Beheers naar de buitenkant en ver voorbij je lichaam trekken. Dit is ten eerste een fijne warming-up. 3 rondjes van 10. Of tussen een oefening in, bijvoorbeeld als je aan het bankdrukken bent en er komt al zoveel stress op die voorste schouderkop. Dan kan je tussendoor even je elastiekje pakken, gewoon rustig en beheerst staan. Persoonlijk borsthoogte vind ik de beste hoek, voel je het meest. Pak je die spieren in de rug het best. Dan is er nog een tweede variant. Dit is dus mijn persoonlijke variant. De tweede die ik nu ga laten zien is simpelweg gewoon om verschillende hoeken van de spier te pakken. Precies hetzelfde riedeltje naar achter, pink omlaag. Alleen we pakken hem vanaf nu een stuk lager en ik train wat meer mijn nek als het ware. En natuurlijk kunnen we dan mijn variant doen en dan vervolgens een hogere variant trekken we ook naar beneden toe. We pakken gelijk schouderkop aan alle kanten en dus ook alle intrinsieke spieren die over je schouderblad heen lopen. Je romboids zijn je erg dankbaar. Dan vervolgens een andere variant die ik persoonlijk niet zo vaak laat doen, want het is best een ingewikkelde oefening voor mensen die net beginnen met sporten. Precies dezelfde houding, schouders naar achter, schouders naar beneden en dan gaan we hem kruislinks uit elkaar trekken. Dus op die manier. En vervolgens natuurlijk ook de andere hoek. En geloof me, je fysiotherapeut, ik weet niet of er één kijkt, die zal waarschijnlijk hartstikke blij zijn met je. Je leert lekker mooi rechtop lopen. Fantastisch. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.